België is een pionier in het domein van offshore wind. De Vrije Universiteit Brussel is sinds 2010 als medeoprichter van OWI Lab een sterke onderzoekspartner voor de sector. Onderzoek en innovatie moet onze bedrijven toelaten hun leidende rol te behouden en te versterken. We zijn eigenlijk begonnen met voornamelijk te luisteren naar de industrie. Zo hebben we in het kader van het innovatief bedrijvennetwerk Offshore Wind de noden van de industrie in kaart gebracht. En vandaar heeft dit geresulteerd dat we samen met hen verschillende onderzoeksprojecten opgestart hebben. Gesteund door Vlaio, bijvoorbeeld in het kader van SIM en de speerpuntcluster, de blauwe cluster. Maar ook met FOD Economie in het kader van het Energietransitiefonds. Het verzamelen en analyseren van monitoringdata met behulp van sensortechnologieën en data-analyse-algoritmes staat centraal in dit onderzoek. Het doel is het ontwerp van toekomstige turbines te optimaliseren en te zorgen voor een hogere betrouwbaarheid en langere levensduur. We hebben zowel fundamentele onderzoeksprojecten zoals het project SoilTwin, waar we echt gaan kijken naar de interactie tussen de fundering en de zeebodem om zo het ontwerp te optimaliseren. Maar we hebben ook industriële projecten waar we naar nieuwe technologieën gaan kijken, zoals het gebruik van optische vezels, om zowel het gedrag van de stroomkabels, de exportkabels, te monitoren als de funderingen. En hier werken we samen met verschillende Belgische bedrijven, maar ook met KMO's zoals Marlinx, Common Sense en Two4C. SuperSized 4.0, dat is een interessant project in die zin dat we daar een field demo aan het ontwikkelen zijn bij de parken Norther en Parkwind, waarbij dat we IoT-devices combineren met 5G voor monitoring toe te laten op volledig parkniveau. Dit tegen een aanvaardbare kost. De bedoeling daar is van echt ontwikkeling te doen van embedded devices die toelaten om onze algoritmes lokaal uit te rekenen en op die manier de dataconnectie optimaal te gebruiken. Daarnaast zorgen we ervoor dat de kost van de devices zelf zo laag mogelijk wordt om eigenlijk toe te laten op een flexibele en schaalbare manier de monitoring uit te rollen over het hele park. In 2016 zag ook een eerste spin-off van OWI Lab VUB in de offshore windsector het licht. Two4C. Two4C levert enerzijds de monitoring hardware voor het monitoren van structuren op zee. En anderzijds gaan we ook de data analyseren. Dat doen we voor alle Belgische parken. We doen dat ook voor parken in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en zelfs tot in Taiwan. Bij de oprichting was het belangrijk om ondersteuning te krijgen van de VUB TechTransfer enerzijds en Innovirus Brussel anderzijds. Ook vandaag blijft het belangrijk om onderzoek te doen samen met VUB OWI Lab om nieuwe diensten en producten verder te kunnen ontwikkelen. OWI Lab verenigt onderzoekers van het collectief centrum CIRIS, de VUB en de UGent en bouwt zo zijn expertise steeds verder uit. Ik denk dat het belangrijk is als een universiteit om naast het ontwikkelen van ook services en nieuwe technologieën, dat we ook voornamelijk mensen blijven afleveren die goed opgeleid zijn en die onmiddellijk aan de slag kunnen in deze offshore windsector. Dat moet een speerpunt blijven ook van OWI Lab. De offshore windsector wordt gekenmerkt door een hele sterke groei, zowel economisch als technisch. De machines en het materieel worden steeds groter en zwaarder en dus technisch moeten wij continu de grenzen blijven verleggen om die groei te kunnen volgen. Oorspronkelijk steunde de offshore windsector heel sterk op materieel en ervaring van de offshore olie- en gassector, maar de laatste jaren onderscheiden wij ons steeds meer van die sector om efficiënter te kunnen werken en om dus de kosten van offshore hernieuwbare energie te kunnen doen dalen. Daarbij komt heel veel innovatie kijken, zowel in de ontwerpfase als in de uitvoering, als in de installatie, maar ook later bij het ontmantelen van de installaties. Dankzij de innovatieve technieken van OWI Lab en VUB kunnen we problemen eigenlijk al heel snel vaststellen en kunnen we onmiddellijk na de offshore installatie al zien hoe dat de realiteit zich gedraagt in vergelijking met het ontwerp. En die inzichten kunnen we dan onmiddellijk gebruiken in de nieuwe ontwerpen en op die manier is OWI Lab en VUB een essentiële schakel in de transitie. The world needs you. Together we connect science and society.